Kijk naar Mats Zeuntjes, die dus weer terug is, gelukkig. Rap hersteld van die toch wel naar uitziende klap. Maar hij is er weer bij. Achterin Aubameyang, Koopmeiners, Vlaar en Svensson. Vlaar dus jarig. Maher, Til en Mitjeu. Idrissi, Seuntjens. En Stenks, Mats, Seuntjens. Never change een team dat het goed doet. Daar is hij. Vlaar, 34. Maar fitter dan die laatste jaren ooit geweest is. En dat gunnen we hem van harte. Rutte, Reusler, Post. Hij moet wat improviseren. Met ook Dekker daar. Grot, Mlappa, Joosten voorin. En in het middenveld, op het middenveld zag u de namen van Ooyen en Seuntjens. En als controleur Lindhorst staan. Hier is Tristan Dekker. En die levert zo in. Ja, dat soort grappen moet VVV niet te vaak gaan uithalen. Want dat gaat natuurlijk rap mis dan. Oenerstal kan er tussen komen. Post dus centraal achterin. En Niels Reusler. Geen Koen. Geen Promes. Geen Jansen. En veel slordigheden. Wanneer straft AZ dat af? Ik denk nu. Ja, dat kon ook niet uitblijven. In de 7e minuut. Til blijft wachten. En kiest de korte hoek. En is daarmee wel zeer schotvaardig. Voor de winterstop ging dat allemaal niet zo heel erg goed. Met Til om het doelpunt te maken. Maar hier, met het vertrouwen wat hij heeft en het merkwaardige niet verdedigen van VVV. Reusler die wegloopt in de veronderstelling dat Til wel die paas zal geven. Maar ik denk van ja, dank u wel. Stenks. Binnendoor bij Rutte. Dekker in de richting van Mlappa. Al weggehaald door Koopmeiners, maar Mlappa weer weggestuurd door Seuntjes. Mlappa vanaf de achterlijn de bal geven. Hard en laag. Nou, als je daar misschien met het linkerbeen naartoe gaat, wat gebeurt er dan? Post. Een slordige bal, nu van Post. Idrissi, op tijd geven Steen. Nou, 2-0. Ja, weer. Verknoeit VVV het voor zichzelf. Ja, en zo nodig je AZ ook uit tot rustig afwachten. Dan kun je stukken wedstrijd overslaan zoals AZ dat nu doet. Post dit keer de man die in de fout gaat. Ja, van hem verwacht je dat dan toch niet. Maar als ook hij dat soort fouten gaat maken, dan wordt het helemaal een kansloze vanavond. Gaat de bal al richting het doel op het moment dat Reusler er nog het rechterbeen tegenaan krijgt. Tristan Dek. Komt een aardigheid. Seuntjes komt door. Oeh, en Grot die had een reuze knal in gedachten. Haalde ook wel uit, maar die bal was al weg. Stenks nu. Weer Rutte, die wit. En dit is een hele fraaie poging. De beste van VVV, van Joosten. Draait die bal om de doelman heen, maar ook net naast. Goede ingreep van Rutte. En dit is helemaal niet zo slecht. Wat heet het mooiste moment. Seuntjes, zet het lichaam ertussen. Stuurt dan Mlappa weg en weer gelegenheid voor VVV. Nu Mlappa uit positie gebracht door Vlaar, waardoor het schot tussen de palen komt. Vraag is VVV sterk genoeg om ook nog kansen te gaan creëren die ertoe doen? De
Het eerste gedeelte van de speelwijze heeft VVV nu wel aardig in de smiezen. En in de vingers lijkt het. Fouten blijven uit, de fouten van de eerste helft, maar ja. Kostte wel twee doelpunten, dure lessen dus. Maar verder komt AZ maar sporadisch toe. Dan wat het graag wil aanvallen. Misschien nu Svensson en Stenks. Zeuntjes. Svensson, is dat geen buitenspel? Dan moet daar de ingreep komen. En hier is er van Oenerstal. Leek erop alsof Svensson in buitenspelpositie doorging. Maar er is niet gevlacht. En dan de ingreep van Oenerstal. Baher. En weer lag die bal gek genoeg buiten die cirkel met de assistent ook nog wat vlakbij. In alle vrijheid een behoorlijk stuk overgeschoten door Mitchell. Dat is een goede paas. Aujan. En nu voor het doel. De kans op 3-0. Goede redding van Oenerstal. Til leek te scoren. Oenerstal voorkomt dat. Wat een geweldige reactie van die doelman. Mietje ertussen. Dan kan het alsnog misgaan. En wordt nu de paal ingebracht als hulpmiddel. Maar Oenerstal er dit keer niet bij kan. In het tijdsbestek van een minuut is AZ twee keer dicht bij 3-0. Met 3-0 heb je het wel binnen vanavond. Maar hè, komt hij daar nu? Ja, daar is hij! Zeuntjens Mats is de man die de beslissende tik lijkt uit te delen. Twee keer Til. En dan tenslotte Mats Zeuntjens in een niet eens een hele makkelijke situatie. Bezorgt wel, maar hij heeft zijn tweede assist van het seizoen. Mlapa. Nou. Leuk slot aan draaien aan deze wedstrijd. Je kan dat. Alleen maar doen door VVV verder op achterstand te zetten. Of daar serieuze pogingen toe ondernemen. Hetgeen nu gebeurt, Mitchell werd hier vastgehouden. Nu scoort hij wel. Nee, weer Oenerstal. Misschien wat wild ingeschoten door de Noord. Recht en vrij. En frank en vrij alleen voor het doel bij Oenerstal. Dat moet eigenlijk een treffer zijn. Hulde voor de Duitse doelman. Zeuntjens. Stenks. Doorgelopen weer Mietje. Mietje nu op Stenks gegeven. En weer Oenerstal. Ja, moet er wel wat voor doen om die doelman te passeren. Die zo langzamerhand ook gek wordt van dat het allemaal wel heel makkelijk gaat zijn richting uit. Dit is een positie voor VVV van waaruit die gevaarlijk zou kunnen worden. Hij schiet hem weer
voor hem langs de verkeerde kant van de paal. Dat is toch weer een gevaarlijke poging. Joost. Dekker. Seuntjes. Dekker. Dat zou voor hem leuk geweest zijn als het een treffer zou zijn geworden. Het wordt nu uiteindelijk een hoekschop. Koopmeiners als laatste. Bizot met een van de weinige keren dat hij echt aan de bak moet. Seuntjes. Dat was toch wel een hele aardige mogelijkheid. Nietzsche. Til. Svensson. Svensson, hard en laag. Wie loopt er binnen? Niemand. Ook Idrissi niet. Van VVV kun je zeggen, ja, ja, wel een positieve spelopvatting. Dat is zeker zo. Maar ook wel tamelijk krachteloos. Wordt het dan toch nog 4-0? Nee, Oenerstal. En niet de eerste keer dat hij in de weg ligt. Gelukkig AZ maar niet. Komt er nog een schot? Dat zou er nu moeten komen van Svensson. Die legt hem af. Daar is het schot. Til. En hij is weer Oenerstal. Ja, daar kan er wel een beetje om lachen. AZ VVV eindigt in 3-0.